ik ben Ilona van Be Ilona en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik het hebben over een schandalig parfum. Moest je nog niet geabonneerd zijn, druk dan terwijl eventjes op het rode knopje hier onderaan, zodat je geabonneerd bent. Dat is trouwens gratis en dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwste video's. Maar nu, het schandalige parfum. Het schandalige parfum komt van een heel bekend merk, namelijk Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier heeft een nieuw parfum uitgebracht. We kennen Jean-Paul Gaultier natuurlijk van de welbefaamde mannen- en vrouwentorso's. Deze is wel een tikkeltje anders. Het schandalige parfum noemt Scandal. Vandaar schandalig parfum. Snap je? Het is ook nog altijd in een conservendoos. Dat heeft ook een geschiedenis. Vroeger bracht Jean-Paul Gaultier zijn eerste geurtjes echt in conserveblikken van op straat uit, omdat dat goedkoop was. En hij wil toch die charme ook bewaren bij zijn huidige welbekende geuren. Dus Scandal in een conserveblik, maar de buitenkant is echt zo met vloerbezet. Zo heel zacht, heel fijn om aan te raken. Ik blijf hem maar strelen. Wauw. Ik ga de onthulling van dit parfum samen met jullie doen. Geen lichaam meer, maar de benen. Dat ontbrak eigenlijk altijd nog. We hadden de vrouw met de boobies en de poep. Maar onze vrouw had nooit benen. En daarom heeft Jean-Paul Gaultier zijn huidige parfum uitgebracht met de benen. Nu, een schandalig parfum. Waarom? Je moet denken aan de setting van Moulin Rouge, het nachtelijke Parijs, het uitgaan, het burleske gedeelte. Vandaar ook deze benen. Ze zijn zo'n beetje cancan danseresachtig. Ik vind het heel erg fijn. Nu het parfum zelf. I love it. De ingrediënten van dit parfum. In dit parfum zit honing. Dat geeft het zo'n beetje een sensuele en gourmand geur. Verder zit er ook nog gardenia, patchouli en zelf sinaasappel in. Ik vind de geur echt super ruiken. Ik ben heel blij dat ik deze heb. Ik vind hem ook super mooi om gewoon ergens neer te zetten, doordat hem zo fijn is afgewerkt. Nu, dit is de 50 ml. Moest je een 30 ml kopen, dan heeft hij die beentjes hier niet bovenaan staan, maar dan hangt er eigenlijk een bedeltje aan. Die wil ik ook nog graag. Waarom? Als de parfum dan leeg is, kan ik dat bedeltje aan een armband hangen en heb ik een Jean-Paul Gaultier bracelet. Het parfum is tot september enkel en alleen bij Ici Paris XL te verkrijgen. Dus het is nu nog heel exclusief. Wil je iets dat nog niet veel andere mensen hebben? Ga hem dan zeker nu al halen. Laat jij je verleiden door dit schandalige parfum? Ik alleszins wel. Zo, dit was het dan, mijn video over het schandalig parfum. Zie je graag meer nieuwe lanceringen terug op mijn kanaal? Laat het dan zeker weten in de comments. Vond je het fijn om te kijken? Duimpje omhoog. En natuurlijk, abonneren mag altijd, maak je mij super blij mee. En dan blijf je zelf ook op de hoogte van mijn nieuwste video's. Adios mijn beauties, tot volgende keer.